Donkergrijze stenen, afgewisseld met lichtere, gekleurde exemplaren. De schaduw van het verleden is terug in de betegeling van het Bagijnhof. Ik zag een hele mooie foto waar de schaduw van de toenmalige bebouwing gewoon op straat viel. En ik zag dat dat prachtig was, want je hebt lage schaduw, je hebt enorme uitschieters van het postkantoor. En dan helemaal aan het eind een hele kleine schaduw van het oude mannenhuis. En bij elkaar is dat een schril contrast, als je het relief daarvan bekijkt. Een schril contrast wat er nu te zien is. Dat is gewoon eigenlijk één grote doos en die geeft één soort schaduw. Dat is eigenlijk geen ruil voor een straat. De blokkendozen op de plaats van het postkantoor is voor veel Dordtenaren een doorn in het oog. Toch herkent men het postkantoor niet makkelijk in het relief op de grond. Wat voor veel Dordtenaren een beetje moeilijk zal zijn om dit goed te interpreteren, is dat de aanleiding van de schaduw weg is. Want als je gewoon een schaduw ziet en je zou niet het gebouw er niet bij zien wat dat veroorzaakt, dan wordt dat moeilijk te interpreteren. Dat is hier ook het geval. Maar dat is ook de crux van het verhaal. Het is een straat die laat zien waar die warm en koud van werd en laat eigenlijk zijn geheugen zien. En ook de positionering van de vergane bouwwerken maakt herkenning niet makkelijk. De torentjes die stonden haaks ten opzichte van elkaar en waren een beetje langwerpig van vorm. Dus als de zon daar weer op een bepaalde manier opschijnt, dan krijg je twee totaal verschillende schaduwen van de torentjes. Het is één torentje dat komt amper bij deze hardstenen rand aan. En de andere, en dat is een veel smallere vorm, en de andere die heeft een hele brede vorm en die... Nou, die steekt bijna bij open de winkel in. En dus dat, ja, het is een echte schaduw. Het is niet een... Ik heb het postkantoor niet gemaakt. Het is de schaduw van het postkantoor. Teun Okkersen is zelf erg tevreden over het resultaat. Maar een beetje hulp voor de toekomst is niet overbodig. Nu gaan we bij de HEMA. De blauwe deuren bij de zijingang. Binnenkort een bord aanbrengen waar even wat fotootjes bij staan van de oude situatie. Ik denk dat dat hulpje enorm zal bijdragen tot begrijpen van die schaduw. En als je dat allemaal niet weet, dan ligt er gewoon een prachtig gek kunstwerk. Dat prachtige gekke kunstwerk was echter niet gratis. Hoeveel het precies gekost heeft, kan de gemeente door vakanties nu niet vertellen. Maar er zit zeker overbodig geld in. Als je alles meerekent, dus ook... door de gemeente te bekijken of het plan nou wel goed of niet goed is of weet ik wat. Dat allemaal meerekent, dan kom je aan een hoog bedrag. Ze hadden het ook gelijk kunnen uitvoeren en dan had je mijn honorarium gehad. En natuurlijk ook een werktekening maken. Dus kijk, gratis is het nooit. Maar het was een lager bedrag geweest als ze gelijk hadden gezegd, doen we.